Vandaag hebben we maar één onderwerp te bespreken en dat is één design pattern met de naam layers, ofwel lagenstructuur. De volgende keer komen we daar nog op terug, alleen dan in combinatie met het al eerder besproken design pattern observer. Die combinatie komt vaak voor, layers en observer. De volgende keer kijken we daar wat gedetailleerder naar. Volgende week trouwens ook in het algemeen, wat is nou eigenlijk objectgeoriënteerd ontwerpen en dan van analyse naar ontwerp. Maar vandaag dus maar één onderwerp, layers. Dat kun je ook in de planning zien. De vorige week hebben we dit gedaan hier, wat is objectgeoriënteerd ontwerpen, principes, patronen. Design patterns, wat het zijn en welke we gaan behandelen. We zitten nu in week 2, nu staat er dus dit. Observer Model View Controller hebben we vorige week al afgehandeld. Dus nogmaals, we hebben dit keer alleen maar layers te doen in week 2. Volgende keer doen we dit. Goed, het design pattern layers. Zoals gebruikelijk begin ik eerst weer met het schetsen van een probleem. En waarvoor dan de lagenstructuur een oplossing blijkt te zijn, vaak. Stel, ik heb gegeven een of ander systeem dat bestaat uit subsystemen of classes die onderling zo met elkaar samenhangen. Een pijltje van een blokje naar een ander blokje geeft aan, bijvoorbeeld dit blokje gaat een pijltje naar dat blokje, dat dit blokje hier, dat dit subsysteem of dit element van het systeem afhangt van dit systeem. En dan wat met de volgende betekenis. Dat als dit systeem wat hier staat, als daar iets in moet worden veranderd, moet worden toegevoegd of moet worden veranderd hier in dit systeem, dan moet, omdat dit subsysteem daar afhankelijk van is, dit systeem ook weer worden aangepast. En dat kan betekenen dat het opnieuw gecompileerd moet worden, bijvoorbeeld de stukjes software. Het kunnen kleine stukjes software zijn, het kunnen ook grote stukjes software zijn. Ja, dus stel dat het een heel groot stuk software is, dit hier, inmiddels hier, en dit een heel klein stukje software, en dat hier een verandering in optreedt, ja, dan moet het hele grote stuk software ook weer worden aangepast. En dat kan vervelend zijn. En dus nogmaals, zo'n stippelpijltje geeft aan dat één subsysteem of package of klasse afhankelijk is van een andere, van deze. Dus als deze wordt aangepast, dan moet deze ook worden aangepast. Nou, ik heb zo'n een willekeurig voorbeeld van een schema gegeven van subsystemen of packages die van elkaar afhangen. Zoals je ziet met die pijltjes. En stel nu dat we dit hebben, dit systeem. En dat op een gegeven moment dan, of tenminste, dat werkt goed. Maar op een gegeven moment moet er iets worden veranderd. Er ontstaat een verandering in één subsysteempje, namelijk in die. Dat geef ik zo weer wat hier staat. Stel dat op een gegeven moment deze package of dit subsysteem, wat het ook mogen zijn, dat daar een verandering in wordt aangebracht. Dit wordt dus veranderd. Als dat zo is, omdat deze package of dit subsysteem daar afhankelijk van is, moet deze ook weer worden aangepast. Dus deze moet ook worden aangepast, gecompileerd. Ik maak hem geel om aan te geven dat deze ook moet worden gecompileerd, op zijn minst. Nou, wat hangt nu af van dit subsysteem? Die hangt er vanaf, die hangt er vanaf en die hangt er vanaf. Dus die moeten ook allemaal, die, deze en deze, moeten ook worden aangepast. Ook, moet ook weer worden gecompileerd. En denk even, het zijn mogelijk allemaal grote stukken software. Dit is een stuk software, dit is een stuk software, dit ook en dat ook. En je begrijpt, ja, dat loopt niet uit de hand, maar het wordt steeds meer. Want deze is daar weer van afhankelijk. Deze moet ook weer worden aangepast, worden gecompileerd. Deze ook weer en die ook. Nee, verder niet. Ja, dus uiteindelijk, omdat hier zich een kleine verandering voordoet, plant die verandering zich voort door het hele systeem. Al die gele blokjes moeten worden aangepast, moeten worden veranderd of moeten worden gecompileerd. En dat kan veel onderhoud aan software betekenen. En onderhoud aan software is duur, dat kost geld. En dat willen we dus voorkomen. Ja, dus wat is het probleem hier?
Een wijziging in een monolithisch systeem. Een monolithisch systeem is een systeem waarbinnenin eigenlijk nauwelijks een structuur zit, waar alles gewoon aan elkaar hangt hoe het uitkomt. Het wordt eigenlijk opgevat gewoon als één geheel systeem en zonder inwendige structuur. Nou, dus dit is een voorbeeld daarvan, van een monolithisch systeem. Als er zich een wijziging voordoet hierin, dan kan die zich voortplanten in het gehele systeem. Of in een groot gedeelte ervan, zoals hier. En nogmaals, dat kost geld, hè, omdat je steeds maar weer moet programmeren, moet compileren enzovoort. En dat is het probleem. Nou, nu is er een manier die hier soms uitkomst kan bieden. En dat is het design pattern layers. Ja, en dat heb ik hier zo schematisch weergegeven. Ik heb nu de blokjes onderverdeeld in een laagstructuur. In drie lagen. De pijltjes hier zijn niet precies hetzelfde als die in het vorige voorbeeld. Maar even aangenomen dat het ontwerp van net, dat hele ontwerp van net, anders ontworpen zou had kunnen worden op deze manier. Ja, stel, dan heb ik hier een laag 1 met een paar blokjes die met elkaar samenhangen. Hier een laag 2 met een aantal subsystemen. En hier een laag 3. Oké. Ik heb natuurlijk zo getekend nu dat het nu zo is dat als hier zich een verandering voordoet, wat is daarvan afhankelijk? Die hangt daarvan af. En deze. Dus we moeten deze drie worden aangepast. Er is geen enkel blokje in laag 2 die afhankelijk is hier van een blokje in laag 1. Ja, er gaat geen enkel pijltje gaat er van laag 2 naar laag 1. Dus geen enkel blokje hier in laag 2 is afhankelijk van een blokje in laag 3. En dat betekent dus dat als zich in laag 3 een verandering voordoet, zoals hier, dat het geen gevolgen heeft voor de blokjes of subsystemen of packages, hoe je dat noemen wil, van laag 2. Die blijven onveranderd. Als hier een wijziging in zich voordoet. Natuurlijk, hier kunnen zich wijzigingen voordoen in laag 3, maar die komt dus niet in laag 2 terecht, omdat die daar niet van afhankelijk is. Als dit zo kan ontwerpen, dan is het handig, want de veranderingen hier hebben dan geen gevolgen voor veranderingen hier. Andersom natuurlijk wel. Je hebt altijd afhankelijkheden nodig in een ontwerp. Blijkbaar is dit blokje hier bijvoorbeeld wel afhankelijk van deze. Dus mocht deze ooit worden aangepast in deze laag, dit subsysteem, nou, dan moet deze ook weer worden aangepast. Dat is duidelijk. Nou, ik heb bij laag 1 geldt hetzelfde. Kijk, laag 2, die hangt hier wel van laag 1 af. Kijk, dit pijltje hier. Dit subsysteem hangt af van dit subsysteem. Dus als hier een wijziging zich voordoet in laag 1, dan betekent dat deze moet worden veranderd. Klopt. Maar omgedraaid niet. Als in laag 2, bijvoorbeeld deze, als die moet worden gecompileerd, dan heeft het verder geen gevolgen voor deze laag hier. En zo voorkom je dat, van boven naar beneden tenminste gedacht, ja, dat veranderingen zich niet voortplanten naar de diepte. Als hier aan de bovenkant een verandering zich voordoet, dan blijft die gelokaliseerd in die bovenste laag. Als zich hier verandering voordoet in laag 2, dan plant de verandering zich hoogstens voort in laag 2 en ook mogelijk daarboven. Ja, als hier zich een verandering voordoet in laag 1, ja, dan dat kan gevolgen hebben voor het hele systeem. Hè. Natuurlijk, de lage subsystemen hier kunnen worden aangepast, maar hierboven ook en dus hierboven ook. Je ziet wel dat we hebben nu wel een soort onafhankelijkheid gecreëerd, maar die gaat alleen maar de onafhankelijkheid van beneden naar boven. Deze is onafhankelijk van de tweede. De tweede is onafhankelijk van de derde. Omgedraaid niet. En dat is een typisch voorbeeld van zo'n lage structuur. Dat leidt straks wel tot een eis waar voldaan moet zijn op dat het zinvol is een lage structuur te gebruiken. Dat zullen we straks zien. Dan gaan we nu over tot de nette beschrijving van de design pattern, namelijk naam, doel, situaties waarin het toepasbaar is enzovoorts.
En nou ja, de eerste naam natuurlijk. En de naam is nogal duidelijk ondertussen. Layers, ofwel lage structuur in het Nederlands. En het doel, wat is het doel van de lage structuur? Nou, we hebben net gezien dat een wijziging zeg maar de bovenste laag zich niet voortplant naar onderlagen. Lagen. En dat is ook het doel van de lage structuur, namelijk het lokaliseren van het effect van een wijziging. Even goed lezen wat hier staat. Het lokaliseren van het effect van een wijziging, denk even aan net in het voorbeeldje een wijziging in de bovenste laag, in zo min mogelijk subsystemen. Dat betekent, blijf in die bovenste laag met die veranderingen, waardoor het onderhoud wordt geminimaliseerd. Hè? Omdat dus de lagen eronder niet hoeven te worden aangepast. En dus hier staat eigenlijk, lokaliseer het effect van de wijziging in zo min mogelijk subsystemen, waardoor het onderhoud wordt geminimaliseerd. Probleemsituatie vindt toepasbaar. Nou, kijk, als er zich nu een wijziging voordoet in de software die zich niet mag voortplanten. Nou, dat is nog logisch. Dat was het hele voorbeeld van de vorige slide met die gele blokjes, waarin die verandering zich voortplanten. Met een lage structuur probeer je dat te vermijden. Dus je probeert een wijziging in de software dat die zich niet voort mag planten, of zo min mogelijk mag voortplanten. Dat is het doel van een lage structuur. En daar kan je hem dus toepassen. Als je even terugdenkt aan die lage structuur van net, die bovenste laag, als in de bovenste laag, als daar een verandering optreedt, dan hebben die onderste twee lagen daar geen last van. Die hoeven dus niet te worden aangepast. Als de bovenste laag verandert, kunnen de twee onderste lagen kunnen hetzelfde blijven. Dus je kan die bovenste laag kun je verwisselen door een andere bovenste laag. En die onderste lagen die hebben er geen last van. He, dus hier staat als gedeelte van het systeem uitwisselbaar moeten zijn. Dus je kan de bovenste laag verwisselen door een andere laag. En de onderste lagen hebben daar dan geen gevolgen van. Die blijven hetzelfde. En dat is handig. Stel bijvoorbeeld de bovenste laag is user interface laag. En wat eronder zit, de onderste lagen, dat is de rest van het software systeem. Dan kun je die user interface laag kun je gewoon veranderen door een andere. En het hele software systeem verder blijft onveranderd. Dat is handig. Als onderdelen moeten worden hergebruikt. Nou ja, kijk even naar de onderste laag. De onderste laag hoeft eigenlijk niet aangepast te worden als boven iets gebeurt met de software. Dus de onderste laag die kun je dus hergebruiken, mogelijk in andere omstandigheden met andere lagen die erboven zitten. Dus het hergebruik neemt ook toe hierdoor. Dit zijn situaties waarin het toepasbaar is. En dat lees je ook in de literatuur heel vaak. Ook eentje die al vaak genoemd wordt op internet. En dat is dan, als je op internet de lage structuur opzoekt, dan wordt er heel vaak als argument gegeven om het wel toe te passen: separation of concerns. Ja? Separation of concerns. Ja, dus je scheidt de verantwoordelijkheden een beetje in verschillende blokjes, in verschillende lagen. En daardoor krijg je betere software. Ik ben niet zo overtuigd van het argument. Ja, dat vind ik zelf nog een zwak argument. Een veel belangrijk argument vind ik het item wat hieronder komt te staan, dat is namelijk deze. Die vind ik veel belangrijker. Dit argument. En dat hoor je nauwelijks op internet. Maar dit is, vind ik, de rechtvaardiging voor het gebruik van een lage structuur zit hem juist hierin. De lage structuur is alleen mogelijk als je een systeem hebt dat de orde, dat hiërarchisch te ordenen is op basis van stabiliteit. Daar gaat het om. Ja, en daar gaan we iets langer bij stilstaan, wat ik daarmee bedoel. Kijk, dit is dus de oplossing. Ja, laag 1, laag 2, laag 3. Laag 3, we hebben gezien in ons voorbeeldje, laag 3, als daar zich een verandering in voordoet, dan blijft die gelokaliseerd in die derde laag. En die verandering die plant zich niet voort naar laag 2 en ook niet naar laag 1. Die blijft hier. Oké. Dus ja, dus je zou kunnen zeggen, in laag 3, daarin mogen veranderingen optreden. Want die hebben toch niet zoveel gevolgen. De rest kan namelijk, de rest hieronder,
blijft namelijk hetzelfde. Hier mogen veranderingen in optreden, geen probleem. Aan de andere kant, hier, laag 1. Als hier zich een verandering in voordoet in laag 1, dan kan het zijn dat alle lagen die erboven zitten, die daar afhankelijk van zijn, ook moeten worden aangepast. Oké, dus die laag 1 hier, daarin wil je juist niet dat daarin veranderingen optreden. En ja, als het nou zo is dat je een laag hebt, bijvoorbeeld laag 1, waarin nauwelijks veranderingen in optreden, dan kun je die laag stabiel noemen. Hij is stabiel, want hij hoeft niet meer te worden aangepast. Als laag 1 stabiel is, dan treden er weinig veranderingen op. En dat wil je juist. Laag 3, blijkbaar is het daartoe gestaan dat er veel veranderingen in optreden, want die hebben verder toch niet zoveel gevolgen voor de rest van het systeem hieronder. Dus deze laag 3, die mag juist instabiel zijn. Die mag juist vaak veranderen. En dat is ook een eis aan zo'n laagstructuur als hier. Namelijk dat de stabielste laag, zeg maar, onderop moet staan en de minst stabielste bovenaan. En die er tussenin zit, ja, die is een beetje stabiel. Die zit ook wat dat betreft een beetje tussenin. Dus zo'n laagstructuur is alleen dan, zeg maar, zinvol als het mogelijk is om een stabiliteit richting aan te geven. Namelijk dat deze stabieler is dan deze en dat deze stabieler is dan deze. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het nut van een lagere structuur. In een lagere structuur tenminste, waarin laag 3 afhangt van laag 2 en laag 2 afhangt van laag 1. Daar is dit een noodzakelijke voorwaarde voor, toenemende stabiliteit. En daarom heb ik hem hier zo nadrukkelijk bijgeschreven. Probleemsituaties waarin toepasbaar een lagere structuur. Ik vind de allerbelangrijkste argument ervoor is als een systeem hiërarchisch te ordenen is op basis van stabiliteit. Dan kan het zinvol zijn, want daarmee bereik je precies wat je wilde. Namelijk minder onderhoud aan software, dat een verandering gelokaliseerd blijft in zijn eigen laag, zeg maar. En dat vind ik een belangrijk punt hier, wat hier staat. Daar heb ik ook drie uitroeptekens achter gezet, dus je dat niet kan vergeten. Er is nog één ding hierover te zeggen. Nou, nog veel meer dingen, maar één belangrijk ding. Er staan twee soorten laagstructuur nog, algemeen. Namelijk een gesloten architectuur of een open architectuur. Het voorbeeld wat ik hier genoemd heb, en hiervoor ook, dat was een voorbeeld van een open architectuur. Waarbij laag 3 elementen van laag 2 kan benaderen en laag 2 elementen van laag 1 kan benaderen, zodat je die afhankelijkheden hebt. Dat heet dus een open architectuur. Die is ook het efficiëntste, omdat er geen software nodig is om de omgedraaide afhankelijkheid te elimineren, zeg maar. Een gesloten architectuur is een architectuur waarbij de laag 3 ook niet afhankelijk is van 2 en 2 ook niet van 1. Die is moeilijk te maken en die is wat minder efficiënt, maar die leidt tot een nog grotere flexibiliteit tussen die lagen. Dat kan ook. Meestal als ik het over een lage structuur heb, dan heb ik het over een open architectuur. Waarin je dus moet nadenken over de mate van stabiliteit van die lagen. En verderop in dit vak zullen we zelfs berekeningen gaan uitvoeren over de stabiliteit van subsystemen. Dan kun je uitrekenen of er in een bepaald ontwerp wel aan voldaan is aan die toenemende stabiliteit. Dat kun je uitrekenen. En dat moeten jullie ook gaan kunnen. Maar nogmaals, dat is wat later in dit kwartaal. Nog even voor de volledigheid, de gevolgen. Dus, minder onderhoud aan de software. Een wijziging in een laag plant zich niet voort in het gehele systeem. Tenminste, als je in een instabiele laag zit, die bovenaan zit. Ja, dat is nog logisch. Herbruikbaarheid. Afzonderlijke lagen kun je hergebruiken in andere applicaties. Bijvoorbeeld de onderste laag kun je gebruiken in andere applicaties. Mogelijk gevolg is ook een lagere performance, omdat je, zeg maar, objecten nodig hebt om die lage structuur te kunnen maken in tussenlagen. Ja? En die kunnen de performance enigszins verlagen.
Voordat we concreet gaan kijken hoe zo'n architectuur, hoe je die kan maken in bijvoorbeeld C++ verderop, eerst een paar voorbeelden die je op internet vindt van laagstructuren. Als je laagstructuur of layers intikt in een browser, dan vind je vaak zo'n schemaatje als dit, met deze naam erin: presentation layer, business layer, data access layer. Ik noem dit voorbeeldje traditioneel, omdat dat heel veel voorkomt al vele jaren. Al vele jaren wordt dit als een voorbeeld van een laagstructuur genoemd. Ja, die naampjes die kun je denk ik vertalen ongeveer in de volgende na Nederlandse namen. Dit is een soort interface laag. Ja. Betekent bijvoorbeeld een user interface is dit. User interface laag hier. Dit is een domeinlaag, dit hier. Business layer. De domeinlaag betekent, ja, hierin zit zeg maar een soort afgeleide model van een model voor je analyse. Dus in je domeinlaag zit een model van het ding dat je wil gaan besturen. Bijvoorbeeld, als gevraagd wordt een software systeem te maken, heel software systeem, dit hele software systeem, software systeem te maken om een robot te besturen, te laten bewegen, dan zit in de domeinlaag zit het model van die robot. Dus hier komen bijvoorbeeld klassen in voor als motor, sensor, enzovoort, arm. Ja. Die komen allemaal hierin voor. Nou ja, database laag is ook zo'n bekende laag. Dus de database-achtige elementen zitten dan hierin. En het idee is dan dus, hè, in zo'n laagstructuur, dat de interface laag is het minst stabiel dan de domeinlaag, die is stabieler. En de database laag is nog stabieler, dat is dan het idee. Vaak zie je dan nog dit onderscheid bij 1b, dat er een laag tussen is gekomen, de application layer. De domain layer, dat is de domeinlaag, ook weer een ander woord, maar dezelfde domeinlaag, dat is een beetje hetzelfde gebleven. Maar de application layer, die bevat dan zeg maar de code van het programmaatje. Niet de user interface, maar de logische code die nodig is om use cases uit te voeren, zeg maar. Dus als je een use case hebt die op een bepaalde manier moet werken, dan zit de logica mogelijk in die application layer hier. En die wordt wat minder stabiel opgevat, zie je hier als de domain layer. Nou ja, de database layer, die heb ik hier wat algemeen opgeschreven als infrastructure layer. Er kunnen ook andere soorten handige dingen in zitten. Niet alleen een database management system, maar misschien ook brokers en andere dingen kunnen hierin zitten. En user interface laag die erboven zit hier. Dit is een alternatief ervoor. Dit is een drielagen structuur, dit is een vierlagen structuur. En een beetje systeem wordt al snel verdeeld in vier lagen. Die application layer is wel belangrijk in software systemen die iets groter zijn dan triviaal, zeg maar. Goed, dit zijn twee ja, veel voorkomende schema's op internet. Ik noem het nog steeds traditioneel, omdat het veel voorkomt. Maar je ziet hier. De domeinlaag is bij alle drie afhankelijk van je databaselaag. Dus je model blijkbaar voor je robot, wat ik net als voorbeeld gaf, dat model daarvan, dat hangt af van je database die je gaat gebruiken hier. Dat is toch een beetje een rare situatie. En dat is later ook erkend door andere specialisten, zeg maar. Eric Evans is een bekende, die heeft Domain Driven Design bedacht, DDD. En dan kom je op dit plaatje uit als een lage structuur. De domain layer zit helemaal onderaan. Dat wordt opgevat als het meest stabiele element in je software. Dat model van je robot zal zeer waarschijnlijk niet meer veranderen, of nauwelijks veranderen. Het idee is dan dat dat dus het stabielste is en dat alles wat erboven zit, daar afhankelijk van mag zijn, omdat het toch zo stabiel mogelijk is. Het verandert bijna niet. Je domain layer heeft een implementatie nodig. Die heb ik hier getekend, de domain implementatie layer. Ja, zodra je dingen gaat implementeren, kan het zijn dat je dingen uit je infrastructuur layer nodig hebt, voor je database-achtige dingen. En daarom staat hier infrastructure layer getekend, met hier eventueel een database benadering. Ja. Nou, je application layer hangt daar weer vanaf, user interface layer hangt daar weer vanaf. En mogelijk allemaal gebruiken ze de infrastructure layer.
Hier kun je ze trouwens zien. Mag ik nog even terugkomen op het begrip open en gesloten laagstructuur? Dit is een voorbeeld van een open laagstructuur hier. De user interface layer die kan inderdaad de direct ondergelegen laag kan die gebruiken, maar hij kan ook deze infrastructure layer laag benaderen, die hier ook onder ligt. Die infrastructure layer kun je denken dat die onder deze bovenste drie lagen ligt. Ja, dus bij een open architectuur kan het zo zijn dat een laag toegang heeft tot alle lagen die onder hem liggen. Dat is een open architectuur. Een gesloten architectuur heeft alleen maar toegang tot de volgende laag. Dus nog even kort samengevat. Bij een open architectuur heeft een laag mogelijk toegang tot alle lagen die daaronder zitten voor wat betreft stabiliteit. Bij een open architectuur. Bij een gesloten architectuur heeft een laag alleen maar toegang tot de direct daaronder gelegen laag en niet tot die eronder ligt weer. Nou ja, maar dat is het probleem hier niet. Hier gaat het erom, nogmaals, dat de domain layer onafhankelijk is van de rest van het software systeem. Er hangt niets onder verder. Alles hangt daarvan af. En ik vind het een betere structuur dan deze. Omdat dit leidt tot een stabieler software systeem. Heb je interesse, dan kun je Eric Evans opzoeken met Domain Driven Design. Die heeft hele boeken erover geschreven. Oké, nog een voorbeeldje van een lage structuur. Dit heb ik ook uit een boek gekopieerd, een bekend boek. Nou ja, hier worden weer iets andere namen gebruikt. Hier staat Application Systems, hier staan aparte applicaties genoemd, de Data Application Layer. Die is dan inclusief de Graphical User Interface Layer. Business Specific, en dit is dan de Domain Layer. En met verschillende subsystemen erin ook weer. Middleware Layer. Dus allemaal dingen die te maken hebben met internetachtige, HTTP-achtige zaken. Ik zou een utility layer kunnen noemen, of ook misschien zelfs infrastructure layer zou je hem kunnen noemen. En ook eventueel nog system software, TCP/IP-achtige dingen enzovoort. Dit is ook een mogelijke indeling. Nou, tenminste, het is een voorbeeld. Dit is het vierde voorbeeld. En hierin wil ik iets concreter aangeven hoe zo'n laagstructuur, hoe die zou kunnen maken. Dit voorbeeld heb ik zelf bedacht. Gegeven twee lagen, een interfacelaag en een domeinlaag. Wat zit er in een domeinlaag? Nou, ik heb hier een robot-implementatie. Die heeft een functie checktemp. En wat doet die checktemp? Nou ja, blijkbaar die meet de temperatuur. Hier, meet de temperatuur. Gebruikt deze interface. Meet de temperatuur. En toont de waarden daarvan vervolgens. Ja, dus de functie meet, wat doet die? Die is hier geïmplementeerd. De functie meet, wat doet die? Ja, die haalt de waarde ergens op. Ergens, een of ander geheugenadresje misschien. En die zegt dat de waarde van de implementatie van deze interface dat die gelijk is aan die opgehaalde waarde. Dus als hier staat tmeet, dan wordt deze functie uitgevoerd hier. En ofwel de waarde wordt gehaald, de echte waarde, en die wordt hier in deze variabele gestopt van het object van temperatuurimplementatie. Daarna staat hier t toon, temperatuur toon. Deze toon van deze interface is hier geïmplementeerd op deze manier. cout waarde. Ja, zo zou je dat kunnen maken. En dan wordt de waarde met. Ik heb hier C++ gebruikt, zoals je ziet. Dus de waarde, dat is deze functie, die levert gewoon deze value terug. De waarde wordt hier gewoon met cout, wordt op je beeldscherm geprint. In deze instructie. Dat gebeurt dus nu als je t-toon doet. Kijk, dit is de domeinlaag. Dit is de domeinlaag. Betekent in je domeinlaag, die moet stabiel zijn.
In je domeinlaag mogen alleen maar dingen in voorkomen die te maken hebben met je probleemdomein van analyse. Ja, een robotimplementatie voldoet eraan. Klopt, temperatuur ook, temperatuurimplementatie ook allemaal. Het zijn allemaal dingen die inderdaad voorkomen in die robot zelf. En dus terecht dat deze drie klasses in deze laag zitten. Dat is dus terecht. Alleen hier wringt het een beetje, want hier, als uiteindelijk de waarde getoond wordt hier met toon, deze functie toon, met cout waarde, ja, dan wordt die waarde op je beeldscherm geprint, maar wel in een soort boxje. Ik bedoel, dit wordt niet een mooi windowtje, de waarde wordt gewoon in de box geprint hier. Ja, en dat is wel heel primitief. En als je ooit dat anders wil doen, dat je een of andere mooie user interface af wil maken, ja, als je dat wilt, dan moet dit worden veranderd wat hier staat. Het tonen van die waarde, van die temperatuurimplementatie hier, is eigenlijk iets wat hier niet thuis hoort. Dat hoort niet thuis in de domeinlaag. Dat hoort thuis meer in de interfacelaag. Dit wil je hier niet. Dus die cout waarde, die moet hier weg, die wil ik naar boven hebben. Die gaat weg. Ik maak hem even rood hier om aan te geven dat hij weg moet daar. Want dit is meer iets van een user interface. En kijk, het blijkt ook wel dat dit onverstandig is hier. Want ja, het domeinlaag, dat geeft aan hoe de robot in elkaar zit. En die mag niet vaak veranderen. Maar dit hier, het rode hier, die cout waarde, dat is nou juist typisch iets wat vaak verandert. Hè? Want nogmaals, morgen kan ik misschien cout helemaal niet meer willen. Maar een soort windowtje willen hebben waarin die waarde wordt weergegeven. Of een metertje waarin dat grafisch wordt weergegeven. Dit is juist iets, het rode, wat juist vaak verandert. En dat zit ook dus niet in je domein. Dat is ook niet zo. Moet hier weg. Nou, er is min of meer een standaard manier voor, zou ik bijna willen zeggen. En dat is gebruik maken. Oh, wacht even, voordat ik het ga doen. Nog even dit hier. Dus hier komt het op neer. De opdracht tot het tonen van de temperatuur. En de opdracht, die staat hier in toon. Toon. En dit is de opdracht, toon, T-toon. De opdracht tot het tonen van de temperatuur moet in de domeinlaag. De opdracht tot het tonen, dat moet hier. Want dat is iets wat in je domein zit. De opdracht tot het tonen van de temperatuur, dat zit in je domein. En dat blijft er ook. Maar het tonen zelf van de temperatuur, wat hier staat, dat moet wel in de interface laag. Dus ik wil nog steeds hier, dat hier de opdracht gegeven wordt met toon, tot de waarde weer te geven. Ik wil alleen hier niet weergeven hoe dat gaat. Hoe dat gaat verder, of ik nou cout gebruik of wat anders, dat moet in je interface laag gebruiken. Maar nogmaals, de opdracht moet hier wel blijven. En daarvoor gebruiken we dus, wat ik net al zei, een min of meer standaard oplossing voor. In dit geval, om die communicatie mogelijk te maken van deze laag naar die instabielere laag. Dat gaat door middel van een abstract server. Ik zet hier een interface neer. En die interface heeft eigenlijk als enige doel het tonen van de waarde van een temperatuurimplementatie. En dit is een interface. Ik heb hem de naam S gegeven hier. En het enige wat hij doet hier, die interface hier, is tonen. Dus wat komt hier in te staan hier bij deze toon? Nou ja, S-toon. De opdracht zit nog steeds hier in de opdracht. Kijk, S-toon. Maar hij wordt eigenlijk uitbesteed aan deze interface temperatuurserver S-toon. En deze interface zit gewoon in deze domeinlaag. De server van temperatuur zit in de domeinlaag. En die cout is hier dus verdwenen. Ik zeg hier S-toon en hoe dat verder wordt geïmplementeerd, die temperatuursensor server, dat maakt niet uit. Dat implementeren van deze interface, ja, dat bepaalt pas of ik cout gebruik of wat anders. Ja? Maar dat zit hier niet in. Het is alleen maar een interface. Dus door deze interface te gebruiken, hier staat, kan ik later met verschillende implementaties van deze server, verschillende soorten user interface, kan ik het laten werken dit. Misschien vraag je je af, ja wacht even, ik gebruik hier een interface hier.
Dit is toch een interface? Ik gebruik een interface. Dus die domeinlaag die kan ik toch niet zo laten werken? Omdat het een interface is? Ja, dat klopt. Inderdaad, die domeinlaag kan ik niet laten werken. Omdat hier een kale interface in zit. Een interface moet ooit een keer geïmplementeerd worden. En dat is hier nog niet gebeurd. Dus dit kan niet gaan werken nu nog. Klopt. Maar wat wel kan, die domeinlaag, die kan je wel niet laten werken. Maar die domeinlaag kun je wel, zeg maar, compileren en linken. En opslaan in een bibliotheek. Dus dit stuk wat hier staat, die domeinlaag, daarvan kun je een bibliotheek maken. Met gecompileerde code erin. Die code daarna heb je niet meer nodig, bij wijze van spreken. En het gecompileerde library, die kun je alvast naar de klant sturen, want die is af. Ja, het kan nog niet werken, die domeinlaag. Want er moet een object worden ingestopt hier. Maar deze code zit in de library, gecompileerd en wel. Klaar voor het laten uitvoeren. Deze interface moet dus worden ingevuld, moet worden geïmplementeerd. Ja, en dat gaan we natuurlijk doen in de interface laag. Hier, eigenlijk moet dit een stippellijntje zijn, maar oké. Dit is nu een implementatie van deze abstract server, van deze interface. Hier wordt pas toon wordt geïmplementeerd hier. Ja, en hoe kan deze toon dan werken? Nou ja, stel ik wil hetzelfde als net, gewoon say-out. Dan kan je het zo doen, say-out. En ik moet dan wel natuurlijk die temperatuur gebruiken nog steeds hier, T, waarde. Say-out wordt hier pas in de interface laag nu gebruikt. Niet meer in de domeinlaag. De domeinlaag is nu onafhankelijk van die say-out geworden. En als ik nu gewoon in die interface laag die say-out nu weg wil hebben daar en ik wil daar een mooiere manier hebben om het weer te geven, ik wil wat een mooi tekeningetje maken van een metertje of zo, dan kan dat hier gewoon. Maar deze gecompileerde library van die domeinlaag, die blijft gewoon hetzelfde, die hoeft niet meer te worden gecompileerd. Die ligt nog steeds bij de klant en die blijft bij de klant, bij wijze van spreken, en die kan die gewoon hergebruiken. Alleen dan nu, als deze veranderd wordt naar wat anders, met een ander object van temperatuur, server. Dus door deze abstract server, die hier staat, door die erin te zetten, heb ik deze domeinlaag, heb ik eigenlijk onafhankelijk gemaakt van de manier van weergeven van die waarden met say-out. Ja, dus ik heb het eigenlijk met deze interface, met deze abstract server, heb ik het weergeven, heb ik in een hogere laag heb ik gebracht. En kijk even naar de pijlen, want deze temperatuurwindow is een implementatie van deze interface. Dus voor wat betreft dit pijltje, is de interface laag afhankelijk van de domeinlaag. Ja, oké, dat mag. Geen probleem. Dit pijltje ook. Dit pijltje gaat van de instabiele interface laag naar de stabiele domeinlaag. Dat mag. Deze is afhankelijk, deze laag, van de domeinlaag. Oké, dat mag. Deze is instabiel, deze is stabiel, deze laag. En dat, nogmaals, dat instabiele van de interface laag blijkt wel. Hè, want je kan makkelijk, kun je nu gewoon een andere manier van tonen kun je maken hier. En deze domeinlaag merkt daar helemaal niets van nu. Nou, dit is een truc die veel wordt gebruikt. Een abstract server. Om een actie of een functie die hier nodig is. Die instabiel is. Om die naar een instabiele hogere laag te verplaatsen. In dit geval dus een interface laag. We gaan straks gaan we dit nog iets nauwkeuriger bekijken met C++ code. Niet in dit concrete voorbeeldje, maar iets algemener. Verderop. Layers zijn we nog steeds mee bezig. Hoe gaan we die implementeren? Ik heb drie stapjes genomen. De eerste gaat om een voorbeeld waarin berichten alleen maar zeg maar naar beneden gaan. Dus
Een laag heeft alleen de laag eronder nodig. En van die laag mogelijk weer naar een laag eronder. Maar informatie van beneden naar boven hoeft niet te worden gegeven. Stel dat de situatie is. Die gaan we als eerste bekijken. Dat is deze. Deze situatie, alleen van boven naar beneden. Dadelijk staat er een 2. En dan gaan we kijken naar, als we zo'nzelfde soort structuur hebben, waarbij ook berichten van beneden naar boven gaan. Dat is de tweede volgende slides. Oké? En de derde zal dan zijn dat de twee stapels lagen naast elkaar hebben. Dat kan ook voorkomen. Maar eerst eens even deze situatie. Eenvoudigste wat je maar kan bedenken. Drie lagen. En alleen maar van boven naar beneden zijn er berichten nodig. Dat is niet erg praktisch, maar als voorbeeld. En verder neem ik aan, aanzienlijke vereenvoudiging zoals hier staat, de voorlopige aanname is dat een laag bestaat uit maar enkele klassen. Heel simpel maar. Oké? Ik heb hier gewoon een interface en daar een implementatie van. Dat is de hele laag. Daar ga ik even vanuit. We gaan kijken hoe je dit zou kunnen implementeren. Oké, de tweede waar we naar gaan kijken is deze hier. Stel nu dat er berichten zijn die naar beneden en naar boven moeten. Naar beneden, maar ook naar boven moeten. Ja, dan zou je zoiets als dit moeten krijgen. Dan kun je met een laag één server, dit is een abstract server voor deze laag, die je hier implementeert, kun je informatie van hier naar boven krijgen. Hè? Dus hier stond bijvoorbeeld net toon, die werd dan hier geïmplementeerd. Het is dus de opdracht tot het tonen werd hier gegeven, die werd hier uitgevoerd. Het is dus zeg maar de opdracht tot het tonen, die werd op deze manier naar de bovenste laag werd dat gestuurd. Dat kan ook weer verder gaan in deze laag. Dat kan deze klasse zijn, dat kan deze klasse ook zijn. Ik heb er deze maar genomen hier. Die kan een server gebruiken die weer in de laag daarboven wordt geïmplementeerd. Nou, dus dit is een normale gang van zaken van een laag naar een laag eronder. Deze laag gebruikt die gebruikt deze. En als er dus een opdracht naar boven gegeven moet worden, dan kan dat met een abstract server kan dat gebeuren. Eén, hier twee keer. Dus ik heb drie lagen, dus je hebt twee abstract servers nodig voor deze klassen. Natuurlijk, als een laag uit nog veel meer klassen bestaat, kun je nog veel meer abstract servers nodig hebben. Die van net kan nog worden vereenvoudigd. En in de praktijk komt het zelden voor dat het zo kan, maar voor de aardigheid heb ik het maar gedaan hier. Laag 1, implementatie, deze implementeert deze laag 1 interface. En die heeft blijkbaar een server nodig. Die server implementatie die hier zit, kan meteen de implementatie zijn voor deze interface. Dit is de implementatie van twee interfaces. Dat kan je in C++ code doen met multiple inheritance. Als deze iets in laag 3 moet starten, dan kan er weer met een abstract server hier, die hier weer geïmplementeerd wordt. Dat kan meteen dan de implementatie zijn van deze laag 3. Ja, dit is maar een voorbeeld wat in de praktijk niet zo vaak voorkomt, maar met multiple inheritance zou je die dingen ook nog eventueel kunnen combineren dus. Ja, hier moet je kijken wat die staat. Die staat Design Patterns, Layers, hoe implementeren in C++. Nu gaan we even naar code kijken. Dat voorbeeldje van net. Van naar beneden en naar boven. Hoe zit het nou in C++ in elkaar? Nou, even kijken wat we hier hebben. Dit is de onderste laag, dit is laag 1. Ja. Ik heb hier de interface van laag 2. En alle twee hebben ze een implementatie. Deze is geïmplementeerd hierin. Deze interface is hier geïmplementeerd. Nou, als we dan even alleen naar de onderste laag kijken. De implementatie van deze interface, die heeft een operatie service. En service, dat is zeg maar de bedoeling daarvan is, dat is hetgene wat die laag gewoon moet doen. Dat is de activiteit die laag 1 moet doen. Dat is deze functie service. En nogmaals, even goed bedenken, dit is een heel eenvoudig voorbeeld met maar enkele klassen erin.
We nemen even aan dat die hele laag hier bestaat uit een paar klassen en die ook, en dat die zo samenhangen. In de praktijk, we zullen straks voorbeelden daarvan zien, kan het veel ingewikkelder zijn, nog veel meer klassen. Maar goed, nogmaals, de functie die laag 1 vooral doet, is hier, zit in deze functie service, laag 1 interface. Hier staat de implementatie van deze interface. Natuurlijk komt hier de functie service ook weer in voor. Deze service-functie is een implementatie van deze service in de interface. En zo heb ik hier in laag 2 heb ik ook een service. Deze service-functie hier, dat is de, zeg maar, de activiteit die plaatsvindt in laag 2. En die wordt hier geïmplementeerd. Dat is het idee. Even terug naar laag 1. De implementatie van laag 1, die gebruikt een abstract server hier. Om een opdracht te kunnen geven aan laag 2. Denk weer even aan de functie toon in het voorbeeld van net. Dit is een abstract server dit. En die heeft een functie, die heb ik maar layer request genoemd, omdat ik dit voorbeeldje uit een ander boek gestolen heb. Die functie heet layer request. En de bedoeling is dat deze functie layer request, dat die uitgevoerd wordt in de implementatie, en die zit in deze laag, die hoger in laag 2, die zit hier in de laag 2. He, dus dit is een interface en die layer request die kan voorkomen in de functie service hier. Die kan hierin gebruikt worden. Maar ja, dit is een interface, die moet worden geïmplementeerd. Er moet ooit een object in worden gestopt om het te kunnen laten werken, die laag 1. He, kijk, die laag 1 die kan wel gecompileerd worden zonder object hier. He, dat kan prachtig gecompileerd worden, laag 1. Kan helemaal in een DLL worden gezet, in een Dynamic Link Library, bij wijze van spreken. Dat kan. Klaar. Code kun je weggooien, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk heb je toch nog een keer een object nodig om hierin te stoppen in deze interface. Dus je moet deze een keer implementeren en de objecten van moeten worden ingestopt. En daarvoor zit de functie hier ConnectHigh erin. ConnectHigh, laag 1 server. Zie je het? Laag 1 server. Pointer. Dus deze functie die zit in laag 1 implementatie, die kun je aanroepen om een object van deze klasse erin te stoppen, zodat dit ook echt daadwerkelijk kan gaan werken. Dus ConnectHigh, hier maak ik een verbinding met het object in laag 2. Nou ja, laag 2 werkt eigenlijk bij hetzelfde als laag 1. Alleen hier heb ik dan nog, naast dat de laag 2 gewoon de service operatie heeft, dat is gewoon zeg maar de standaard operatie van laag 2, heb ik hier ook nog een connect low in nodig, want ja, laag 2 gebruikt laag 1, dus laag 2 moet er wel bij kunnen. En dus met connect low, laag 1 pointer, kijk, hier is de laag 1 pointer, hiermee maak ik een verbinding van laag 2 naar laag 1 en hiermee maak ik dus laag 2 afhankelijk van laag 1. Vandaar die connect low. Ja, oké, nou ja, hier de implementatie van deze laag 2 interface, is weer een interface, staat hier service. Dat is natuurlijk gewoon de implementatie van deze service. Connect high is weer nodig omdat er nog een laag 3 is die hierboven zit. Met een laag 2 server. Dezelfde constructie als hier beneden heb ik hier ook dus. Connect high voor een object hier van deze erin te stoppen, van laag 2 server. Maar, kijk, en dat is een combinatie. Dit kan ook gesplit zijn, maar ik heb het hier als voorbeeld gecombineerd met deze hier. Met deze implementatie van de interface. Het is ook een dus, laag 2 implementatie, een implementatie in deze interface. Dus layer request van deze moet hier ook worden ingevuld. Dus hier heb ik de invulling, de implementatie van deze layer request. Dus deze klasse is een implementatie zowel van die als van deze. En daarbinnenin wordt gebruik gemaakt van deze. Dus ik hoop nu dat dit schemaatje duidelijk is. Aan de linkerkant hier met de interfaces of abstract classes, wat beter gezegd, die gebruiken elkaar gewoon direct. Laag 2 heeft zeg maar een pointer naar laag 1 en die wordt hier in connect low wordt die erin gezet. En voor het geven van opdrachten naar boven toe, heb ik hier steeds een abstract server nodig. Connect low verbind ik de laag eronder mee, dus gewoon direct. En met de connect high,
verwacht ik een object van de bovenkant hier, om de bovenste laag in te stoppen. Oké. Gaan we verder naar de volgende slide, want nu kunnen we ook even naar de C++ code kijken. Nu we weten hoe het globaal in elkaar zit met die klasses, ga ik nu nog nauwkeuriger kijken naar de implementatie van die functies in die laag. Nou, eerst de makkelijkste, laag 1 interface. Kijk, dit is de onderste laag. Hè? Je ziet hier, deze laag, daar gaat geen enkele pijl naar buiten toe. Niet naar boven toe, nee. Dus deze is onafhankelijk van alles verder. Dit is de meest stabiele laag. Hangt van niks af. Deze interface, die gebruikt wordt in laag 2, dat is gewoon alleen maar een interface met één operatieservice. Nou ja, in C++ kan het niet makkelijker bijna. Class laag 1, public, dubbele punt, natuurlijk een virtuele destructor. Ik raad aan iedere basisklasse een virtuele destructor te geven, die waarschijnlijk niks doet. En hier staat dan de operatie die puur virtual is in C++ termen. Dit is de abstracte operatie van laag 1. En dit, dat rode ding hier, dat is deze interface. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Gaan we verder. Laag 1 server is ook een interface met ook één operatie. En ook dat is een hele simpele interface. Zelfde structuur als die erboven zit. Hij heet laag 1 server, dus deze, laag 1 server. Ook deze heeft een virtuele destructor die niks doet. En dat is verstandig in je code om dat te doen. Dat zal ik een ander keertje uitleggen waarom dat zo is. En hier staat dan die abstracte operatie layer request is 0. Puur virtual maak ik hem hiermee. Layer request is deze. Nou, dit zijn de twee interfaces hier. Nou ja, en laag 1 implementatie is een klasse. En dat moet een implementatie zijn van laag 1. En die staat dan niet ondergegeven. Is deze. Ja, dan moet je even kijken. Class laag 1 implementatie, dat is deze klasse. De implementatie van laag 1. Ja. Ten eerste, kijk, gebruikt hij deze abstract server? Ik heb het nu over deze klasse. Het is een dubbele punt public, laag 1. Hij implementeert laag 1 interface. Kijk nogmaals, laag 1, hè, class laag 1. Dubbele punt public laag 1 staat er omdat laag 1 implementatie een implementatie is van deze interface. Daarom staat dat hier. Verder moet je kijken. Die laag 1 implementatie die gebruikt deze abstract server. Nou ja, dan moet ik wel een pointer of een reference hebben naar die interface. En die staat hier. Private laag 1 server. Dat is deze. Laag 1 server. Pointer L1. Dus dit is die pointer, ik heb hier een pointer genomen, L1 naar die interface hier, L laag 1 server. Goed, dan de service. De service zit in laag 1, kijk, service, die moet, ja, en die zit in laag 1 hier, en die moet hier worden geïmplementeerd in laag 1 implementatie. En laag 1 implementatie, dat is deze, die implementeert laag 1. Dus hier moet service moet worden geïmplementeerd. En die staat hier. Nou ja, ik heb als voorbeeld gewoon dit gedaan hier. Cout laag 1 start, bla bla bla. En ja, als voorbeeld heb ik dan hier gezegd, omdat ik ook een opdracht wil geven naar een laag die erboven zit, door middel van die abstract server, gebruik ik hier L1 is die abstract server, L1, pijltje, layer request. Dus hier doe ik een oproep om layer request uit te voeren in de laag die erboven zit. Waar je nu een heel klein stukje kan zien hier. Dat wordt hier gedaan. Nou ja, dan heb ik hier alleen maar een cout laag 1 eindigt. Maar ja, hier kan natuurlijk alles in zitten in die service. Alle interessante dingen kunnen hierin gebeuren. En blijkbaar is die ook nodig om op zijn minst één keer hier, door middel van die abstract server hier, een opdracht te geven aan de laag die erboven zit. Nou, en dit is dus de implementatie van deze service. Deze implementatie, dat was ook weer de bedoeling, die moet ook een
een object krijgen van de implementatie van deze interface. Daar is die connect high voor nodig. Kijk, laag 1, server, pointer. Ja, het enige wat hier hoeft te gebeuren is, die L1 hier, dat een pointer is naar laag 1 server, om die kleine S die ik krijg, die server, om die erin te stoppen. Ja, dus door deze functie aan te roepen van deze laag, van deze klasse hier, kan ik een object S van de implementatie, kan ik in L1 stoppen. Even iets langer bij stilstaan nog. Kijk. S is een pointer naar een laag 1 server. L1 is een pointer naar een laag 1 server. Een laag 1 server is een interface. Daar kun je geen objecten van aanmaken. Klopt. Maar als ik deze functie aanroep, connect high, dan kan ik die als parameter kan ik meegeven een object van een afgeleide klasse van die server. En dat is dan wel een pointer naar die implementatie die boven staat, maar het is ook een pointer naar een laag 1 server. Ja, dat is polymorfisme. Dus deze S hier, dat kan een object zijn van de implementatie van de interface, namelijk die hier van boven komt. En die stop ik dan vervolgens in L1 hier. En dat is nou de link naar boven toe. En zo heb ik deze laag 1 heb ik in C++ heb ik geïmplementeerd. Even afstand nemen weer van dit schemaatje. Even relativeren weer waar we mee bezig zijn. Dit is een laag. Bestaan er maar uit twee interfaces en één implementatie. Heel eenvoudig. Eenvoudiger kan bijna niet. Okay. Ik wil even laten zien hier dus dat die laag een klasse moet hebben waarin iets gebeurt, service. En dat die blijkbaar ook iets nodig heeft van een laag erboven. Vandaar deze abstract server. Maar voor de rest, ja, is dit een hele simpele implementatie van een laag natuurlijk. Met maar een paar klassen erin. Normaal gesproken zit hier nog veel meer in. En mogelijk ook dat andere klassen ook nog links hebben naar boven toe. Of van boven naar beneden. Dat kan allemaal. Je kan meerdere links van boven naar beneden hebben. En meerdere abstracte links via een abstract server naar boven. Dat kan allemaal. Maar nogmaals, ik heb het hier maar heel eenvoudig proberen te houden. Op zijn minst één van boven naar beneden. Op zijn minst eentje van beneden naar boven. En dat zou je dus op deze eenvoudige manier kunnen doen. Oké, we gaan naar laag 2. Kijk hier, de kleine stukjes zie je nog hier aanhangen en daar ook. Dat betekent hieronder zit laag 1 en hierboven zit natuurlijk laag 3. Maar we gaan nu even naar laag 2 kijken. Ja. En de code daarvoor is iets meer. Daarvoor heb ik deze slide en de volgende slide nodig om die drie klasses even goed te beschrijven. En uit te leggen hoe het werkt. Op deze slide vertel ik eerst even hoe laag 2 en laag 2 server als interfaces eruit zien. En het volgende slide leg ik uit hoe deze implementatie van deze interface of deze abstracte klasse eruit ziet. En daarbij zal ik ook nog de onderste laag even laten zien. Maar eerst dus eventjes alleen deze twee interfaces. Nou, laag 2. Deze klasse heet laag 2. Om aan te geven, ja, hier gebeurt het in. Hè, dit is gewoon zeg maar de belangrijke klasse in die laag 2. En die heeft deze service die hier staat. He, dus deze service die hier staat, is weer hetgene wat moet gebeuren in die laag 2. En die laag 2 klasse die heb ik hier aangegeven. Ja, en dat is niet nu een perfecte interface, omdat hij een implementatie heeft die met private en dan heeft hij een functie die ingevuld is. Maar hij is wel abstract, omdat er een functie is die abstract is hier. Goed, laag 2. Ten eerste, die laag 2, die moet een referentie hebben naar laag 1. Ja, want die gebruikt laag 1. Dat hebben we net gezien in die onderste laag. En dat is deze, ik heb het maar weer een pointer genomen. Je kan ook een reference nemen, zo'n appassant tekentje, dat kan ook. Dan wordt het iets anders. Maar het principe is dan hetzelfde. Ik gebruik een pointer, dat is nog iets flexibeler vind ik. Dus L1 is een pointer naar laag 1. Laag 1 zit hieronder. Maar laag 1, hiermee wordt niet bedoeld laag 1
de laag, maar de klassen laag 1 in laag 1. Hè. Dus dit is een laag 1 is een klasse in die laag die eronder zit. En L1 is een pointer naar die laag 1. En dit was een interface. Goed. Laag 2 heeft een. Dit is een basisklasse, dus ik zet er weer een virtuele destructor in die niks doet. Voor 7+ is dat belangrijk. Hier staat dan de service. De operatie die van belang is voor laag 2. Die is abstract gemaakt hier. Want die moet straks worden ingevuld in deze implementatie. Ja, ik heb hier een functie nog nodig. Kijk, in laag 2 heb ik laag 1 nodig. Laag 2 nogmaals kan laag 1 gebruiken. Want het gaat van boven naar beneden. Van instabieler naar stabieler. Dus dat mag. Je mag in laag 2 mag je laag 1 gebruiken. En ik gebruik hier, ik heb hier een functie. Kleine l laag 1, haakje haakje, die retourneert een pointer naar laag 1. En dat is natuurlijk precies deze L1 die hier staat. Dus deze functie die retourneert gewoon een pointer naar de belangrijkste klasse in laag 1, naar die interface. En die kun je, laag 1 kun je dan gebruiken om laag 1 te kunnen gebruiken via de interface van laag 1. Oké, okay, dus nogmaals, destructor, standaard. Abstracte operatie, die later moet worden ingevuld van laag 2. En hier staat een functie, ook een soort hulpfunctie is dit, laag 1 hier, om die laag 1 te kunnen gebruiken. Dus dit is gewoon niks anders dan L1. Die L1, die moet wel een keer ingezet worden. Ja, die laag 1, die laag die eronder zit, die interface, die moet hier wel een keer aangekoppeld worden. Vandaar dat er ook een connect low in zit. Virtual void connect low. Laag 1 pointer als parameter, kleine L1. En ja, die wordt hier gewoon ingestopt in die L1. Dus met connect low stop ik hier, of kan ik hier een object in stoppen van deze interface. Of van de implementatie van de interface natuurlijk. En als je even een klein beetje afstand neemt van deze klasse en globaal kijkt wat erin zit. Nou, ten eerste een abstracte service functie. Gewoon hetgene wat hij doet. En dat is een interface. Dus ja, en dat is mooi. Want degene die deze laag weer gebruikt. Gebruikt dus de interface hier. Die is hier geïmplementeerd in service. Dan gaan we straks zien hoe die werkt. En heeft ook een functie connect low. Om de onderste laag mee te verbinden. Zodat L1 een pointer is naar die laag die eronder zit. Goed, nou dat was deze interface. Hebben we deze nog. Laag 2 server. En dat is een hele simpele interface. Dus daar zijn we snel mee klaar met laag 2 server. Want ja, oké, heeft een virtuele destructor weer standaard. Dus belangrijk dat hij erin zit. En hier zit dan die abstracte operatie layer request. En die dient dus voor een opdracht te geven aan de laag die hierboven zit weer. Een laag 3, die er hier even niet bij staat getekend. Net als trouwens net van laag 1 naar laag 2 heb ik hier weer een abstract server nodig. Met een layer request naar de volgende laag, boven toe. Dit dient weer voor de opdracht te geven naar een hogere laag. En dat is een eenvoudig interface. Een mooie, pure interface zelfs. In C++ termen dan. Goed, deze twee klasses heb ik nu hier uitgelegd. Rest nog alleen nog even deze implementatie van deze interface uit te leggen. En dat doe ik op de volgende slide. En op de volgende slide staat hetzelfde tekeningetje als hier. Alleen daarbij nog aangevuld, de klas die eronder staat, dat is even handig. Hier. Dus dit is weer laag 2. Met deze twee interfaces die ik net heb uitgelegd. En hier staat dan de implementatie die ik nu ga uitleggen. Met daaronder laag 1. Want kijk, ik heb laag 1 nu even nodig. Omdat dit ook een implementatie is van deze abstract server in laag 1. Nou, ten eerste, en dat is nogmaals hier als voorbeeld gegeven, dat hoeft echt niet op deze manier, maar dat vond ik zo wel leuk om te doen. Deze implementatie, laag 2 implementatie, implementeert deze interface. En tegelijkertijd implementeert die ook die abstract server hier. Dat is een hele eenvoudige oplossing. Je kan het normaal splitsen, dat ding, in een aparte implementatie van deze en een aparte implementatie van deze. En vaak zal het ook zo gaan. Maar ik heb het hier als voorbeeld maar gewoon gecombineerd in één klasse. En die staat dus hier. Moet je even kijken wat er staat. Laag 2 implementatie is een implementatie. Kijk even. Implementatie van laag 2. Klopt.
class laag 2 implementatie, dubbele punt public laag 2. Klopt, maar, comma, hij is ook een implementatie van deze interface van laag 1 server van data die staat, comma, public laag 1 server. Dus laag 2 en laag 1 server, alle twee worden hier in één keer geïmplementeerd door class laag 2 implementatie. Goed, nu gaan we kijken wat erin staat. Ten eerste dit. Natuurlijk moet je hier een pointer hebben naar de laag 2 server. Die staat hier. En weet je nog, deze AppSec server is nodig om een opdracht te kunnen geven naar de laag die hierboven zit, laag 3. Daarvoor is deze AppSec server nodig. Dan moet ik wel hier een pointer hebben naar dat ding toe. En dat is die L2 hier. Dus L2 hier is een pointer naar een laag 2 server. Want dan kan ik hem gebruiken om die layer request naar laag 3 te kunnen maken. Daarvoor heb ik L2 nodig. En dus straks staat er ergens L2 layer request. Hier ergens. En dan geef ik opdracht naar laag 3. Dat doe ik dan in feite. En dan ga ik weer naar boven toe. Oké, verder. Staat hier de service functie? Ja, dit is natuurlijk de belangrijke functie van laag 2. Ja, dit is laag 2, zijn we mee bezig. Een laag 2 interface zat erin met een service operatie. Deze is abstract. En hier staat daarvan de implementatie service. En dat is deze functie. Ja, die kan van alles doen. Ik heb als voorbeeld gegeven hier. Cout laag 2 start. Puntje, puntje, puntje. En dan wordt, ja, ik wil hier laten zien dat ik in de implementatie ook laag 1 wil gebruiken. Kijk, in de service van laag 2 als voorbeeld heb ik hier dat ik laag 1 wil gebruiken. Nou, dan moet ik laag 1. Dit geeft precies laag 1. Dat is L1 net. Dat is die L1 van net. De service roep ik daarvan aan. Dus hier roep ik de service aan van de laag die hieronder zit. Dus zeg maar, in de service van laag 2 heb ik de service nodig hier van laag 1. Die wordt hier aangeroepen. Dus het enige in dit voorbeeld dan, hè? In dit voorbeeld blijkbaar wordt hier alleen de service van laag 1 wordt gebruikt. En er wordt hier nog met cout wordt iets geschreven, voor de rest wordt niks. Dat doet deze service. Dus als voorbeeld hier nu heb ik niet ook deze server nodig. Ja, dus ik had hier ook nog als voorbeeld kunnen geven een soort layer request naar een laag erboven had ik kunnen doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen maar hier de service aangeroepen van de laag die eronder zit. Layer request. Ja, layer request, dat is deze hier. Dit is een implementatie van deze AppSec server in laag 1. Die moet ik hier wel even implementeren. En wat heb ik hier als voorbeeld genomen als implementatie? Nou, gewoon, hij doet zelf iets, namelijk cout'en. Hij schrijft iets op je beeldscherm hier, voor en na. En hij doet niks anders dan het verzoek doorgeven aan de volgende laag die erboven zit. L2 layer request. Dus hier staat L2 layer, laag 2 server pointer. Dus hier roep ik van de AppSec server van laag 2, roep ik layer request aan. En dit zit in de layer request van deze implementatie. In deze dus. Dus, nogmaals, in laag 1 wordt layer request aangeroepen. En dat betekent dat die hier wordt uitgevoerd. In deze layer request, die staat hier dan, wordt deze layer request weer aangeroepen om in laag 3 wat voor elkaar te krijgen. En nogmaals, dit is alleen maar een voorbeeldje. Om te laten zien dat je van beneden ook naar boven opdrachten kan geven. Nou, tenslotte nog connect high hierin, hè, want ik moet weer laag 2 server pointer. Ik moet hier weer een concreet object in stoppen van deze AppSec server. En datzelfde idee eigenlijk als in laag 1, deze connect high. Dus hier krijg ik een pointer naar een object van de implementatie van de bovenste laag. Die wordt hierin gestopt. Je krijgt hier dus een object van een object van laag 3. Nu wordt hij ingestopt. En dat is die L2 pointer. En nu heb ik dus alle klassen hiervan uitgelegd. De code daarvan, dat werkt.
Ik heb ook nog na over een paar slides ook nog sequentiediagrammen hiervan gemaakt. Om dat uit te leggen is misschien ook wel handig. Goed, ik zal deze constructie ook nog even met een sequentiediagram toelichten. Van laag 2 hier. Dus ik ga ervan uit dat ik drie objecten heb. Ik heb een object van laag 2 implementatie. Ik heb dus een object van deze. En ik heb een object van laag 1 implementatie, dat is een object van deze. En een object van de output stream, die heb ik nodig voor say-out. Ik gebruik een aantal keren say-out, dat wil ik laten zien ook, en daar gebruik ik output stream voor. Denk nog even, dit is een interface, laag 2 service interface, laag 1 service interface, laag 1 is een interface, dit is een abstracte klasse, daarvan kun je geen objecten aanmaken, oké? Moet je goed bedenken. Dus daarom komen er ook geen objecten voor in een sequentiediagram. In een sequentiediagram komen alleen maar echt objecten voor, en die kunnen alleen maar bestaan van deze laag 2 implementatie, van de laag 1 implementatie. En ook in dit geval van output stream die je niet ziet. Oké. Goed, nou hoe begint het? We nemen even aan, kijk, we beginnen met laag 2 implementatie. Dat is een object van deze klasse. Die heeft operatie service. We nemen aan dat we hiermee beginnen met deze operatie service. Die wordt als eerste wordt die aangeroepen. Daar komt die service. Dus deze operatie, die wordt als eerste aangeroepen. Daar gaan we vanuit. Start hier, eindigt hier. Als je even probeert te herinneren hoe die er ongeveer uitzag, die servicefunctie. Ik had als voorbeeld genomen, als voorbeeld alleen maar, dat ik begin met een say-out met laag 2 start en ik eindig met een say-out laag 2 stop. Oké, dat had ik gedaan. En daartussen, tussen deze twee say-outs van deze service, van deze functie, riep ik de service aan van de laag die eronder zat. Van laag 1, deze service, ofwel deze service riep ik aan. En dat staat hier. Dus deze drie operaties die werden aangeroepen in deze volgorde ook in service van deze. Als je even terugdenkt weer aan deze operatie service, ook in deze operatie service, deze dus, die hier start en daar eindigt, ook daarin begon ik met een say-out. Laag 1 start en dan stopte ik ook met een say-out. Laag 1 stopt. Ja, en daartussen had ik eigenlijk niet veel. En ik zeg maar, daar kun je van alles doen. Daar kun je iets anders in doen, zeg maar, daarvoor en na. Maar ik had ook nog als voorbeeld in toegevoegd hier een aanroep van een layer request. Bedenk je even, we zitten hier, op dit moment hier, precies hier, zitten we in het object laag 1 implementatie. We zitten dus in dit object in laag 1. Ja? Die heeft een pointer naar deze abstract server met layer request. En daarvan maak ik hiervan gebruik. Layer request roep ik je aan en die zit in laag 2. Dus deze. Dus deze rode hier, dat is de aanroep die ik vanuit hier plaats naar boven toe. In deze layer request, daar had ik ook weer als begin say-out laag 2 start en als eind say-out laag 2 stopt. Deze layer request die hier staat, hier wordt geïmplementeerd in laag 2. Weet je nog? In deze layer request heb ik ook herinnering me ook dat ik gezegd heb, en dat staat ook in de code, dat ik daarin weer de layer request aanriep van de laag daarboven. Kijk, laag 3. En laag 3 staat hier niet getekend, maar die zit hiervoor ergens laag 3 implementatie. En wat gebeurde daar in die laag? Ook weer een say-out start en stop van die laag. Zo kun je dus ook met het sequentiediagram kun je ook een beetje de werking van deze lagere structuur begrijpen met die abstract servers erin. Het is sowieso een hele verstandige
Een verstandig advies om dit echt zelf ook te coderen en te laten werken een keer. Dan raad ik je echt aan om dat te doen. Ik zal het ook nog een keer uitleggen. Hetzelfde voorbeeld, laag 2, in dit sequentiediagram met de code ernaast. Dan kun je dat ook nog een keer zo zien. Oké. Laag 2 implementatie. Hier staat de service functie van laag 2 implementatie. We nemen aan dat deze functie service van laag 2 implementatie als eerste wordt aangeroepen. Deze hier. Begint hier, eindigt daar. Deze service operatie. En dat is deze operatie. Je ziet hier duidelijk, say-out start je mee en say-out daar stop je mee. Starten, stoppen. Hiertussen staat laag 1 service. Dus hier roep ik de servicefunctie aan van de laag 1. En L1, die wordt teruggeleverd door de laag 1-functie hier. Dus hier wordt de service van laag 1 uitgevoerd. Daar staat die laag 1-implementatie, service. Hier komt die aan. Dan zit ik in deze laag 1-implementatie-service. Nu wordt dit uitgevoerd. Eerst weer in say-out en op einde ook weer in say-out. Say-out, say-out. Daartussen staat L1 layer request. L1 layer request, dat is een layer request voor de tweede laag. Ik zit hier in de eerste laag en dit is een request voor de tweede laag en die staat hier. Dus nu krijg ik weer, oh ja, nadat je hier iets gedaan hebt, krijg ik hier een layer request weer naar laag 2. Dus deze dus. Oké. Maar deze layer request. Die heeft weer eerst een say-out om te beginnen, laag 2 start en laag 2 stopt. Deze namelijk, laag 2 start, laag 2 stopt. Dit is layer request van de laag 2 implementatie. Hiertussen krijg je een layer request voor weer een laag hoger naar laag 3. Ja, en die staat hier niet meer op, maar die gaat wel naar buiten toe hier. En dat staat er ook niet op, maar die doet dan weer ook weer een say-out. Laag 3 start en say-out, laag 3 stopt. En zo kun je ook aan die functies hier zien hoe dat een beetje werkt. Maar nogmaals, dames en heren, het is heel belangrijk als je dit echt wil begrijpen om dit een keer goed zelf te coderen en te laten werken. Dan zie je ook hoe het werkt. Oké, hiervoor de eerste soort voorbeelden ging over alleen de berichten naar beneden. De tweede zijn we lang mee bezig geweest, namelijk ook berichten omhoog. Dat bericht omhoog die hebben we gemaakt met twee abstract servers. En ten derde, het kan ook voorkomen dat je twee lagen hebt van twee lagen, nee, twee stapels hebt van lagen. Ik heb hier een laagstructuur, ik heb daar een laagstructuur. Alle twee heel simpel. Alle twee hebben ze maar een paar klassen, alle lagen. Maar het gaat even om het totale plaatje. Dit zou ook nog kunnen voorkomen natuurlijk. Hè. Dit is een systeem, alle twee is een stapeltje lagen. Kan ook zijn dus dat die lagen onderling elkaar nodig hebben. Ja. Bijvoorbeeld deze laag wil iets van deze gebruiken. Of omgedraaid. Dan kun je door middel van een server, ik noem het hier een peer A-server interface, dat is ook een abstract server, die hier vervolgens dan hier implementeert, kijk, dus implementatie daarvan, kun je een opdracht geven naar deze onderste laag daar. Deze kan weer gebruik maken van elementen daar. Ja? En op deze wijze heb ik het mogelijk gemaakt om van deze stapel lagen een opdracht te geven naar deze lagen die hier staan. En deze onderste lagen zijn alle twee. Kijk, dit is de stabielste laag in deze laagstructuur. Ja, want deze twee staan erboven, die zijn daarvan afhankelijk. Dit is de meest stabiele laag van deze laagstructuur, ook aan de onderkant. En die zijn hier van elkaar afhankelijk. Of deze is blijkbaar afhankelijk van deze.
Dat kan een verstandige keuze zijn. Ja, het kan ook zijn dus dat je dat omdraait. Dat je niet hier een abstract server zet, maar dat je die hier zet. En dat je deze stack afhankelijk maakt van deze stack. Het hangt helemaal vanaf welke van de twee handiger is. Het kan alle twee, in principe. Een van de bekendste toepassingen van een lage structuur is natuurlijk het OSI-model. Geïmplementeerd dan. Die uit 7 lagen bestaat, zoals je weet, hopelijk. Application layer, presentation layer, session layer enzovoorts. Die zijn allemaal van boven naar beneden van elkaar afhankelijk. En onderop is een afhankelijkheid van de een van de ander via communications path. Hier een front-end, hier de back-end. En zo zou de communicatie kunnen lopen. Nou, tenslotte nog een paar voorbeelden van iets uitgebreidere lage structuren. Dit hebben we net gezien. Ik heb dit als voorbeeldje genomen. Je weet nog hopelijk dat ik wat ik gezegd heb over deze implementatie van dat dit de implementatie is van deze twee interfaces, hebben multiple inheritance. Ik heb gezegd dat het in dit geval kon, omdat het zo eenvoudig is, maar dat het in de praktijk zelden kan op deze manier. Daarom heb ik er nog dit naast gezet. Hè. Dus deze wordt dan meestal gesplitst in twee verschillende implementaties die elkaar mogelijk nodig hebben. Hier ook. En dus zeg maar die multiple inheritance, dat is wel leuk, maar in de praktijk zal er niet zo vaak voorkomen. Maar ja, als het kan, dan kun je daar gebruik van maken. En daarvoor heb ik het zo gegeven. Het levert wel minder code op. Het is makkelijk uit te leggen. Maar dit is al iets uitgebreider, maar nog steeds vrij simpel met maar een paar klassen per laag. Volgende voorbeeld. Nou, dit is ook een voorbeeldje. In dit geval hier, zeg maar, abstract. Daarmee bedoel ik geen betekenis in de echte wereld. Ik heb ze maar gewoon X, F en C genoemd. En I-server, X-server. Je ziet hier bijvoorbeeld deze interfaces die hier staan, of abstracte klasses. Laag 3 heeft een point en een laag 2, en laag 2 heeft een point en een laag 1. Dat mag, van boven naar beneden. Van instabiel naar stabiel, oké. Maar niet, van beneden naar boven, dat mag niet. En daarvoor gebruiken we abstract servers. Eentje hier voor die, eentje hier voor die. Blijkbaar heb ik hier twee abstract servers nodig. Eentje voor deze, die hier wordt geïmplementeerd, dat kan. Eentje die hier wordt geïmplementeerd. Dat kan ook. Ja, je ziet gewoon dat zodra je in een laag zit en je wil een opdracht uitvoeren in een laag die hoger zit, in een instabielere laag, dan kun je daar een abstract server voor gebruiken in die laag. Deze I-server voor deze en deze X-server voor die hier in die laag. Ah ja, en dit is als voorbeeld erbij gegeven. Okay. Het kan ook zijn dus dat je een klas hebt die meerdere objecten van de X-server nodig hebt. Dit voorbeeldje dat lijkt een beetje op wat we net gedaan hebben, maar ik heb het iets uitgebreid nog. Domeinlaag. We hebben hier een over met een alarm erin. Dit zijn twee interfaces. Dit is ook een interface. Dit is een implementatie van deze. Temperatuurimplementatie van deze. Deze interfaces die worden gebruikt in de laag die hierboven zit. Deze interface wordt hier geïmplementeerd. Blijkbaar. Hè? Dit is een alarm. Dit is een open alarm in de interfacelaag. En ik heb een technical service laag of een utility layer of een infrastructure layer, kan ik het ook noemen. En hierin zit het observer design pattern als voorbeeld. Blijkbaar wordt er hiervan gebruik gemaakt van de observer design pattern. En dit is dan een subject hier. Dit subject is een implementatie van deze interface. Dit subject.
Het is een, in plaats van subject, dus hier moet ergens notifier worden ingebruikt. Nou, dit zijn observers. Dit is bijvoorbeeld een observer blijkbaar. Die zit in een laag hoger. Nou, dit kun je ook als een soort abstract server opvatten, deze klasse. Die hier wordt geïmplementeerd. Het is op zijn minst een abstracte koppeling. Nou ja, je ziet dat het, dit iets minder recht toe recht aan is als die voorbeeld is van net met die code erin. Overal kun je abstract servers gebruiken om opdrachten uit te voeren in hogere lagen. Je moet wel het liefst natuurlijk zoveel mogelijk op, zo, zeg maar op interfaces programmeren. Dat betekent die overbesturing hier, die gebruikt deze open interface. Deze overbesturing gebruikt dus niet deze open implementatie. Dat zou jammer zijn, anders zou deze laag afhankelijk zijn van de implementatie van deze laag. Dat wil je ook niet. Dus in dit geval de interface laag, die mag best afhankelijk zijn van deze domeinlaag. Dat mag best. Maar afhankelijk van de implementatie ervan, liever niet. En dit is een implementatie en dit is een implementatie. Dit zijn interfaces. En hier programmeer ik op een interface, daar en hier. En hier trouwens ook, en hier trouwens ook. En daarmee zorg ik ervoor dat de interface laag, ja, die is wel afhankelijk van die andere lagen, maar niet van de implementatie daarvan. En dat is ook een heel handige manier van werken. Je ziet ook nog alle pijlen die wijzen naar beneden. Alleen de instabielere gebruiken iets van de stabielere lagen die eronder zitten.